We zijn 21 oktober 2014. We zijn hier in het stadhuis van Antwerpen, omdat het de prijsuitreiking is van de kindvriendelijke steden en gemeenten. Gent, Hasselt, Mechelen, Meeuwen-Gruitrode, Sint-Niklaas, Turnhout en Wetteren mogen zich de volgende 6 jaar kindvriendelijke stad of gemeente noemen. Ze zijn de eerste steden in Vlaanderen die dit label krijgen. Het label beloont steden en gemeenten die de rechten van het kind meenemen in hun beleid. Dan gaan we ook overgaan naar de officiële uitreiking. En daarvoor ben ik heel blij dat ik dat niet aan mijn moeder heb. Hier bij Zweerik, schepen van jeugd, Hannes aan hand. Hier bij Zweerik, schepen van jeugd, Hannes aan hand. Kindvriendelijk te denken, te handelen en te plannen. Kindvriendelijk te denken, te handelen en te plannen. Tegen persoonlijk te garanderen. Dat iedereen in mijn stad hetzelfde is. Goedemiddag, wie ben jij? Phoebe Steentjes. En wat kom jij hier vandaag doen? Ik heb meegespeeld als kinderburgemeester. En ja, ik ben hier samen met de mensen van Turnhout voor het label in ontvangst te nemen. En wat zou jij, als stel dat je burgemeester was, wat zou jij echt doen voor de kinderen? Voor de kinderen? Zeker speelpleintjes aanleggen en regelmatig activiteiten organiseren. Waar kinderen leuk vinden op een woensdagnamiddag of op een zaterdag of zondag.